Als je zo op het toilet zit, zul je niet snel ziek worden. Welkom bij de basis 5.4 Biocast over ziekte voorkomen, waarin je gaat leren om uit te leggen welke hygiënemaatregelen je kunt nemen om een ziekte te voorkomen. Ook moet je kunnen vertellen hoe bacteriën en schimmels zich voortplanten en je moet kunnen uitleggen wat het Rijksvaccinatieprogramma inhoudt en kunnen vertellen hoe je voedsel hygiënisch bereidt. Hier zie je het aantal bacteriën uitgezet tegen de tijd. En je ziet dat je begint met heel weinig bacteriën en dat het heel lang duurt voordat je er meer krijgt en dat het dan heel snel gaat. Dat komt omdat bacteriën zich vermenigvuldigen. Ze delen zich in tweeën. En dat gaat in het begin heel langzaam, van 1 naar 2, van 2 naar 4 en van 8 naar 16. Maar naarmate het veel meer worden, gaat de verdubbeling, wordt dat ook veel meer. En dan kun je ziek worden van ziekteverwekkers. Gelukkig kun je er wel wat tegen doen. Je kunt natuurlijk je handen wassen. En hier staat je hand voor je mond bij niezen of hoesten. Maar daar zijn we van afgestapt. En dat weet je wel, het is hoesten en niezen in je elleboog. En natuurlijk, je hand wassen kan nooit kwaad. Je moet zorgen dat de wc, keuken en badkamer schoon blijft. Als je voedsel hebt, goed verhitten. En bij geslachtsgemeenschap een condoom gebruiken. Ziekteverwekkers, zoals schimmels bijvoorbeeld, die vermenigvuldigen ze door sporen te maken. Je krijgt een vruchtlichaam, waar een paddenstoel de bekendste van is. En dat vruchtlichaam, daar ontstaan sporen in. En zo'n sporen kan meegenomen door de wind. En dan kan er op een andere plaats, of dichtbij, kunnen er nieuwe schimmeldraden ontstaan. Bacteriën delen zich eenvoudigweg in tweeën, groeien dan en delen zich weer. En dat kan dus razendsnel gaan. En wanneer er iemand niest, dan zie je hier wel dat er heel wat vochtdruppeltjes vrijkomen waar een virus in kan zitten. Dit is zo'n mazelenvirus dat je kunt krijgen. Gelukkig zijn er heel veel ziekten waar je tegen ingeënt bent, tenminste als het goed is. Het Rijksvaccinatieprogramma. En dat betekent dat je met 6 weken ingeënt wordt met 2 inentingen tegen DKTP, difterie, kinkhoest, tetanus en polio, tegen hersenvliesontsteking en tegen hepatitis B. En de tweede enting is tegen pneumokokken, waar je longontsteking van kunt krijgen. Met 14 maanden, en je ziet we slaan er een paar over, dus met ruim een jaar, word je met BMR, tegen BMR geënt, dus bof, mazelen en rode hond, en meningitis C, waar je hersenvliesontsteking van kunt krijgen. En als je 9 jaar bent, krijg je een DTP-BMR-enting. Dus difterie, polio en tetanus. Tetanus is het straatvuil, bacterie en BMR, bof, mazelen, rode hond. En dan met 12 jaar word je geënt tegen HPV, het humaan papillomavirus, dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. En hier zie je zo'n vaccinatiekaart met de verschillende entingen en de ziekteverwekkers waar je tegen wordt ingeënt. We gaan kijken naar voedsel. Als je mosselen koopt, dan kun je hier zien, dit zijn verse mosselen, tot welke datum je hem kan gebruiken. Dan moet er nog wel wat gebeuren met voedsel. Wil je daar goed mee omgaan, zodat je geen voedselvergiftiging krijgt? Heb je boodschappen gedaan, zo snel mogelijk het koelvak in. En pas zo laat mogelijk eruit. Als je gaat koken, je handen wassen. En vooral als je rauw vlees hebt aangeraakt, gelijk weer doen. Want je wilt niet dat je de groente besmet met die bacteriën die eventueel op je hand zitten. Dan heb je te maken met kruisbesmetting. Daardoor gebruik je ook verschillende kleuren planken, die allemaal een eigen functie hebben. En je messen gebruik je alleen maar voor vlees of alleen maar voor groente. Vlees en vis, verhitten, rauwe melk niet gebruiken, goed verhitten. En dan is de kans op voedselvergiftiging het kleinste. Hier zie je een etiket. Je ziet dat er een lotnummer is.
En een lotnummer betekent dat het van een bepaalde hoeveelheid is. Vind je dan iets wat niet klopt, dan kun je alle producten van dat lotnummer terugroepen. Hier kun je zien wanneer het gemaakt is, geproduceerd. En hier zie je tot wanneer je het kunt gebruiken. En hier zie je ook hoe je het moet bewaren om dat veilig te kunnen gebruiken. En dan tenslotte kijken we nog naar alle dingen die ervoor kunnen zorgen dat voedsel bederft. Huisdieren, maar ook andere huisdieren zoals ratten of muizen. Aanraken met een vieze vaatdoek. Bestek dat vies is gebruiken. Zitten niezen boven het vlees. Aanraken met vieze handen. Vliegen en andere insecten. En het gebruik van niet schone messen. Allemaal dingen waar je op moet letten om te zorgen dat je geen voedselvergiftigingen oploopt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 5.4 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.